niet heel veel tijd hebben vandaag. Officieel is het 3 kwartier. Normaal doe ik er gauw 1,5 uur over, soms wel 2 uur, om allerlei dingen te laten zien en te vertellen. Dus het is gewoon leuk om een kennismaking te hebben. Ik heb een PowerPoint, vereenvoudigde PowerPoint gemaakt met een paar dingen die denk ik interessant zijn. En daarna gaan we live kijken, eventueel een trade doen. En dan vertel ik u hoe mijn systeem in elkaar zit. Wat ik zelf uiteindelijk ook ontworpen heb, samenwerking met een programmeur. En dat was eigenlijk in 2013 is dat begonnen. Toen merkte ik dat ik ouder werd en minder consequent werd in mijn handelen. Ik kreeg wat problemen met mijn concentratie ook. En dat was voor mij een reden om een programma te gaan maken zoals ik denk dat je moet daytraden. Nou, ik zal zo komen daar wel bij over de voorgeschiedenis. Kijk, dit is het programma van vanmiddag. Dit ben ik. Ik heb een website voor de mensen die straks eventueel interesse hebben. Hiervoor liggen ook visitekaartjes van mij. Kunt u me altijd via internet bereiken. Nou, mijn hoofdbusiness is handel voor eigen rekening. Ik ben dus niet eigenlijk een systeemontwikkelaar of een systeemverkoper. Dat is puur gekomen door wat ik u net vertelde. Dat ik op een gegeven moment zelf bepaalde makken begon te vertonen door de leeftijd. Ik ben ooit begonnen hier in deze beurs, en dat is heel leuk, daar heb ik zo een paar hele leuke plaatjes van, als marketmaker op de optiebeurs. Dat was in 1986. Ik ben daarna in de 90er jaren ben ik toen aangezocht door een paar financiers, die hadden 6 handelaren in dienst. En die vroegen mij of ik dat verder uit wilde bouwen. En ik heb dat toen in een jaar tijd van 6 naar 27 handelaren uitgebreid. En waarvan de helft marketmaker was en de andere helft daytrader. Want dat was in die 90er jaren, was precies die periode dat het fenomeen daytrading overkwam waaien uit Amerika. En dat was eigenlijk iets heel nieuws. Ik ben zelf op die optiebeurs groot geworden. En ik heb daar ook als een van de eerste future handelaren nog gestaan. Dus we hadden gewoon heel veel praktijkervaring. En zo ben ik daarmee aan de gang gegaan en heb ik natuurlijk heel veel ervaring opgedaan, ook in het overbrengen van kennis. Ik vind dat sowieso leuk. Ik bedoel, nog steeds mensen iets bijbrengen. En dat is ook, uiteindelijk werkt dat kennelijk door, want ik krijg dus van heel veel klanten eigenlijk ook vaak de opmerking van nou, we zijn blij dat je ons niet laat zitten. Als we het systeem gekocht hebben, dan krijgen we tenminste nog service en er wordt ons nog eens een keer duidelijk uitgelegd hoe het werkt. Kijk, dit is 1876. Die foto die heb ik toevallig van de week gevonden op internet. Nou, u ziet zelf wel, dat is dus de zaal beneden. U ziet daar bovenaan, kan ik halen, hier die klok. Nou, dat is die klok boven het podium waar vanmiddag die dingen waren. Dus dat vond ik heel leuk. Want het toeval wil dat exact 110 jaar later ik daar rond heb gelopen. En toen was het dit. Toen was het de optiebeurs. Nou, we zien hier bijvoorbeeld, even kijken, ik kan het van hier niet goed zien. Ja, hier bijvoorbeeld deze man, dat was een collega van me. Wij stonden samen in de Philips crowd. En, dus dat was heel leuk dat ik dat eigenlijk tegenkwam. Dus ik denk, nou, dat wil ik even laten zien, dat hoort nou eenmaal bij het gebouw. Kijk, en dit was de volgende fase. Tussendoor zijn we nog met de beurs in, op het Rokin geweest. En daarna zijn ze weer naar het Damrak verhuisd, dus de oude effectenbeurs. En daar was dit in. En dat was dus eigenlijk, noemde de open outcry. Ik behoor zelf ook tot deze generatie jongens. Toen zat ik eigenlijk al op kantoor. Maar ik ben ook zeg maar de laatste generatie fysieke handelaren. Want het bestaat eigenlijk niet meer, vloerhandel. Het is allemaal elektronisch geworden, allemaal via internet. Dus dat is wel leuk om even als geschiedenis. Nou, wat vind ik belangrijk? Kijk, ik probeer, zo zit ik gewoon in elkaar, dat doe ik in mijn privéleven ook, ik probeer alles zo simpel mogelijk te houden. En als het niet simpel is, dan probeer ik het toch terug te brengen tot iets simpels. Nou, dat is hetzelfde met grafieken. Kijk, we weten allemaal wel eens dat we een grafiek zien van een aandeel of van een index, dat maakt niet uit. En dan zie je allemaal die pijl, of allemaal die candles en bar charts en allerlei verschillende dingen. Maar er zit heel veel ruis in zo'n markt. Je moet proberen, als je daar naar kijkt,
eigenlijk niet gaan kijken van wat gebeurt er allemaal in de markt. Nee, je moet eigenlijk in eerste instantie, zo kijk ik ook altijd naar een grafiek. Ik probeer eerst te kijken, vind ik, welke fase zit die markt? Kan ik dit vinden? Vind ik dat? Of vind ik dat? Daar gaat het in eerste instantie om. Want dat bepaalt, en zeker voor daytrading, bepaalt dat natuurlijk wat je gaat doen. Uiteraard ook voor een belegger. Want als je dus bijvoorbeeld bekijkt naar de dagchart van de AEX, van de Eurostox 50, wat ik eigenlijk nog een veel betere index vind als algemeen, dan kun je dus stellen dat we dus nu in deze fase zitten. Nou, als je dit rechtergedeelte niet kent, dan kun je volgens de technische analyse kun je zeggen, nou oké, okay, een uitbraak naar boven of een uitbraak naar beneden. Nou, we hebben gezien dat die van de week rond dat niveau is afgeketst. Kun je heel simpel doen, doe maar in een daggrafiek van de AEX een 200-daags gemiddelde. Dat is waar het vermogensbeheer altijd mee werkt. Vinden ze misschien niet leuk dat ik dat vertel, maar het is gewoon heel simpel. En dan zie je dus dat hij daar afgeketst is. Nou, dus nu gaat hij naar de bovenkant. Kijk, zolang dit patroon intact is, kan het twee dingen worden. A, het kan een toppatroon worden voor straks lagere koersen. Maar het kan ook een consolidatiepatroon zijn wat verder omhoog gaat. Dus als je er zo naar kijkt, dus gewoon heel simpel houden. Maak het niet te ingewikkeld. Het is al moeilijk genoeg, zeg ik altijd. Maar probeer het, je gaat jezelf niet echt moeilijk maken. Nou, dan moet je voor daytraden moet je toch wel een aantal voorwaarden voldoen. Je moet emotioneel jezelf goed onder controle hebben. En je moet gedisciplineerd zijn. Want discipline en focus, dat zijn de twee belangrijkste ingrediënten voor succes als een daytrader. Je moet natuurlijk mentaal moet je stabiel zijn, positief. Kijk, en met positief bedoel ik niet dat de bomen tot in de hemel groeien. Nee, het glas is half vol. Dat versta ik onder positief. Objectief en realistisch. Kijk, dat is ook zoiets. Want heel vaak hebben mensen een positie en dan zitten ze bijvoorbeeld, hebben ze gekocht, een long zoals wij dan zeggen. Ja, en dan willen ze eigenlijk maar één ding, dat het omhoog gaat. Maar op dat moment kan het dus zijn, als jij niet objectief bent, dat je hersenen vertroebelt. Want je gaat dan alleen nog zien wat je graag wil zien. En dan gaat, als het dan tegen je ingaat, ja, wanneer ga je dan actie ondernemen? Dus dat is heel belangrijk, hè? Dat je afstand houdt van die koers in feite. Je moet je niet in dat scherm laten zuigen. Die moeten niet de baas worden over jou. Je moet kritisch zijn en je moet jezelf uitdagen. In principe is bij daytrading, het daagt jezelf. Ik zeg altijd, als je aan daytraden serieus gaat werken, dan kom je al je zwakheden in jezelf kom je tegen, in je eigen karakter. Nou, het is natuurlijk ook een continuous and never-ending improvements. Omdat markten eigenlijk een markt, zeg ik altijd. Vroeger gaf ik wel eens dagcursussen. En dan zei ik van de beurs, dat is een afspiegeling van de maatschappij. Nou, de maatschappij die is continu aan veranderingen onderhevig. En dat zie je dus ook in de koersen. Kijk, een systeem wat bij wijze van spreken 20 jaar geleden gewerkt heeft, dat hoeft nu helemaal niet meer te werken. Al is het alleen maar doordat er meer computers in het spel meedoen, of dat de mensen anders denken. Mensen nemen misschien meer risico. Het kan heel goed zijn dat veel meer jongeren nu in die markt opereren. Nou, dat zorgt er allemaal voor dat die bewegingen in principe elke dag anders zijn. Het gevaar is dat je heel vaak denkt van, hé, dat lijkt op dat. Dat is natuurlijk patroonherkenning. Dat is het allereerste waar ik ooit mee aan de gang ben gegaan. Maar daar kun je zoveel variaties in. Bijvoorbeeld een kopperschouder, dat is dit. Maar dat kan een kopperschouder zijn, dat. Maar dat kan ook een kopperschouder zijn. Dus daar moet je voor oppassen. Het moet altijd voldoen aan een voorwaarde. En je moet als daytrader moet je aanpassen aan de marktomstandigheden. De grootste fout die een daytrader kan maken, dat is als hij gaat zitten en denken van het zal wel omhoog gaan of het zal wel naar beneden gaan. Op dat moment ga jij je onderbewustzijn min of meer programmeren. Dus dat betekent als jij vooringenomen bent omdat je denkt dat de markt omhoog gaat, dan heb je een grote kans dat de short trades, dus de verkooptrades, dat je die gaat missen. Omdat je ze of niet durft te nemen, of je denkt van, nou, dat kan nooit goed zijn. Dat is heel belangrijk. Dat is het grote verschil tussen een belegger en een daytrader bijvoorbeeld. Een belegger die moet een visie hebben. Hetzij op basis van technische analyse of op basis van bedrijfsgegevens. Een daytrader
Die moet geen visie hebben. Die moet gewoon meelopen met de markt. Het klinkt heel simpel, maar het is in principe ook zo. In de praktijk is het natuurlijk allemaal wat moeilijker. Maar daar komt het in feite wel op neer. Nou, wat ook bijvoorbeeld een grote valkuil is, dat is mensen die eigenlijk helemaal gefixeerd zijn op het geld. Ik geef regelmatig webinars, dan zeggen we ook daytraden is a game. Je moet niet naar het geld kijken, je moet kijken hoeveel punten scoor ik. Als je het zo bekijkt, dan wordt het een game. En je zal ook zien, toevallig las ik van de week nog een artikel op een Amerikaanse website, dat daar gamers zijn benaderd om mee te doen aan tests. Het blijkt namelijk dat gamers waarschijnlijk hele goede daytraders zijn. En dat heeft gewoon te maken met dat ze objectief zijn. Ze zijn gewend om naar een scherm te kijken en ze moeten doen wat ze moeten doen. En, je moet natuurlijk gepassioneerd blijven, je moet het leuk vinden, want het is lang niet altijd even leuk. Het is ook niet altijd alleen maar geld verdienen. Soms, ik zeg altijd, het is een grote zak geld, die gaat de hele wereld rond. Vandaag staat hij bij mij, mag ik er iets uithalen en moet mijn buurman er iets in stoppen. En volgende week komt hij bij mij, dan moet ik er misschien iets in stoppen, dan mag mijn buurman er iets uithalen. Je moet alleen proberen dat je er minder in stopt dan dat je eruit haalt. Dat is in feite het verhaal. En je moet natuurlijk een tradingplan hebben. Dat is zo belangrijk. Hè? De enige manier om consequent te kunnen handelen is alleen maar als je vaste regels hebt. Kijk, dit is bijvoorbeeld een voorbeeld uit een Amerikaanse psychologische test van een bedrijf die handelaren opleidt. Als daar een handelaar komt solliciteren, dan zeggen ze, nou, zeg het maar, wat zie je? Nou, ik ga dat niet aan u vragen, want ik vind dat zelf ook flauw als ik in de zaal zit en ik moet mijn hand opsteken of dat soort dingen. Maar wat je hier, kijk nou eens goed wat je denkt te zien. Nou, ik zal jullie niet langer laten wachten, maar dit is wat jullie gezien hebben. Wat gebeurt er nou? Sorry. Een grote cirkel, twee kleine cirkels en een streepje. Dan zul je zeggen, ja, hallo, hé. Hey. Maar dat is het wel. Kijk, als je objectief naar dit ding kijkt, dan is het een grote cirkel, twee kleine cirkels en een streepje. Maar wat gebeurt er in onze hersenen? Onze hersenen die zien dat en die denken, hé, hey, dat lijkt op een gezicht. Dus zal het wel een gezicht zijn. Nou, als je zo naar koersen gaat kijken, dan garandeer ik je dat je nooit geld verdient. Dus dat is heel belangrijk. Kijk, dat wil ik hier maar mee aantonen, hoe belangrijk het is dat je objectief naar koersen kijkt. The power of compounding, ik weet niet of u dat iets zegt. Er zit hier een stekkertje los. Het eigenlijk samengestelde interest noemen ze het ook wel. Een simpel voorbeeld, stel dat je start met 1000 euro en je target is 0,5% rendement per dag. Dat is gewoon te doen. Dan zou je dus moeten beginnen met een euro-dollar positie van 20.000 euro dollar. Nou, dat is niet veel, dat kost maar een paar tientjes aan margin bij FX Flat. Dat is gewoon heel simpel te doen, dan hoef je niet eens veel geld op je rekening te hebben. Dan hoef je maar, als je dan 3 pips per dag doet. En een pip is, bijvoorbeeld even bij de euro-dollar blijven, ik weet niet of iedereen weet wat een pip is in de forexhandel, maar dat is het vierde cijfer achter de komma. Laten we zeggen 1,20, 21, en dan van 1,20 naar 22, dat is 1 pip. Dus dat zijn 3 pips. Nou, dat moet je kunnen doen, maar dan moet je natuurlijk wel consequent zijn. Nou, als je dat dus consequent vol zou kunnen houden, een jaar lang, dan zou die 1000 euro die zou groeien naar 2684 euro. Nou, ik zal u meteen uit de brand helpen, of uit de droom helpen. Dat ga je waarschijnlijk niet redden. Lukt mij ook niet. Ik ben ook geen 200 dagen per jaar consequent. Ik voel me ook wel eens rot. Ik heb ook wel eens een keer geen zin. En ik maak ook fouten en ik heb ook wel eens min dagen. Maar dan zeg ik altijd van, nou, stel dat je hier de helft of een derde van overhoudt. En dan doe je het gewoon nog heel goed. Dan haat je nog rendement wat je nergens kan halen. Dus laat je niet gek maken door al die mooie verhalen van zoveel duizenden euro's met een paar minuten werken per dag. Ik geloof daar niet in. En ik weet gewoon dat het veel moeilijker is. Want als het zo makkelijk zou zijn, dan zou de hele wereld het doen. En dat is het niet.
Nou, ik heb hier bijvoorbeeld een voorbeeldje hoe ik het... Ik hou het bij. Ik hou elke dag de trades bij. En dit is van 9:00 tot 10:30 in de DAX. Dus 1,5 uur handelen. En dat zijn bij elkaar 2146 punten. DAX-punten. Nou, als je dat met één CFD zou gedaan hebben... dan had je 2146 euro. Doe je het met 10 CFD's... dan praat je al over 21.000. Dus hoeveel het in geld is... bepaalt eigenlijk je portemonnee, hoeveel geld je op je rekening hebt staan, hoe groot je kan of wil handelen. Het spel is alleen in feite, je moet punten scoren. En of dat punt een dubbeltje is, een tientje of 1000 euro, dat bepaal jij. Nou, hier heb ik bijvoorbeeld de afgelopen jaren even naast elkaar gezet. Die blauwe, dat is 2019, die onderste. Dit was vorig jaar, 2020. Kijk, en dan zie je dus bijvoorbeeld hier. Kijk, dit was de coronacrash. Waarschijnlijk een periode dat heel veel mensen hier in de zaal niet echt lekker op hun stoel zaten. Maar dat was voor een daytrader partytime. Het was eigenlijk heel makkelijk geld verdienen. Dat zie je meteen in het resultaat. Kijk, een daytrader heeft beweging nodig, volatility. Als je geen beweging hebt, kun je niks verdienen. Natuurlijk, volatility geeft ook risico's. Maar dat is juist het spel. Je moet natuurlijk je risico's heel goed beheersen. Maar je ziet dus, dit jaar is het veel geleidelijker, eigenlijk vergeleken meer bij 2019. Alleen de laatste tijd is het iets opgelopen, omdat er toch met name in die DAX wat meer beweging kwam. Nou, misschien hebben de meeste mensen hier wel eens van gehoord van deze man. Het is een hele bekende ook in aandelen, beleggersland, Jesse Livermore. Dat was een handelaar uit begin 1900. En die heeft ook boeken geschreven. Leuk om te lezen. En die zei, successful traders always follow the line of least resistance. Dus altijd de weg van de minste weerstand volgen. Dat doet in feite de koers van een aandeel ook, hè. Wij zeiden vroeger op de vloer altijd, het is net water, het stroomt die kant op waar het het minste weerstand vindt. En dat doet de koers van een aandeel ook. Follow the trend, and the trend is your friend. Nou, die kennen we waarschijnlijk allemaal, die uitdrukking. En dat komt van hem, dat heeft hij ooit bedacht, zeg maar. En het is een waarheid als een koe, want dat is ook waar mijn systeem op gebaseerd is, gewoon meelopen met de markt. Alleen de manier waarop je dat gaat doen, dat is natuurlijk het volgende verhaal. Kijk, bijvoorbeeld een voorbeeld. Er zijn nog wel eens mensen die zeggen van, nou, maakt niet uit of het een aandeel of een index is. Sorry. Die koers is nu zo ver gedaald, weet je wat, ik ga kopen. Ik ben slim, ik ga kopen. Nou, wat gebeurt er dus? Inderdaad, je krijgt misschien 1 of 2 dagen gelijk en vervolgens gebeurt er dat. Kijk, en dat soort dingen... Dat moet je dus voorkomen. Ja, ik heb dat natuurlijk vroeger ook allemaal die fouten gemaakt. Ook toen ik hier op de vloer liep. Maar ik doe nu alleen maar handelen als ik zie dat er iets is wat bevestigt wat het moet doen. Dus ik ga alleen maar op een gegeven moment kopen in zo'n beweging als ik zie dat er duidelijk een bodempatroon is gemaakt. Dus dat zou in dit geval, wij spreken hierboven zijn, dan moet hij hier bovenuit komen. Kijk, dan wil ik wel wat risico nemen. Maar zolang daar dus een bepaalde trend in zit in zo'n markt, ga daar nooit tegenin. Ik weet wel, er gaat ook geen belletje rinkelen als die op de low staat. Maar als je een beetje met technische analyse bezighoudt, dan kun je op een gegeven moment zien dat de markt een bodem maakt of dat die met een toppatroon bezig is. En daar moet je goed op letten. En dat geldt in feite natuurlijk voor een belegger net zo goed als voor een handelaar, een daytrader. Nou, dan gaan we nu naar de koersen. Moet ik even kijken. Dat is niet de verkeerde. Als die bodem, is dat ook te herkennen aan die D? Ja. Ja, dat is goed. Dubbele bodem. Dat is bijvoorbeeld een patroon uit de technische analyse. Even kijken, deze. Ja. Nou, Wall Street is net open. Nou, dit is bijvoorbeeld de DAX. Ik zal die maar even als voorbeeld nemen. Het is een heel populair product voor daytrading, de DAX.
En ik moet je eerlijk zeggen, ik vind het niet het makkelijkste product. Maar goed, daar verschillende meningen over. Maar de meeste van mijn klanten die zitten bijna allemaal wel in de DAX. De laatste tijd zie ik dat bijvoorbeeld de Dow Jones, die kun je 's morgens vaak beter handelen dan de DAX. De DAX heeft vaak een probleem dat die bewegingen vaak heel abrupt in één keer omdraaien. Dat is het moeilijke in de DAX. Maar goed, dat is ook weer een kwestie van discipline en er goed mee om kunnen gaan. Ik heb dit grote scherm hier, dat is mijn handelsscherm. Ik zie dat, even kijken, ik moet even wat erin zetten. Ja. Kijk, dat is allemaal voorgeprogrammeerd, die templates. Ik heb hier rechtsboven een 5 minuten grafiek en hieronder heb ik een 15 minuten grafiek. En dat is het hoogste timeframe waar ik naar kijk. De rest interesseert me niet. Sterker nog, het kan dus zijn dat je bijvoorbeeld op een daggrafiek, dat je in een uptrend zit en dat je als daghandelaar, daytrader, gewoon de hele dag moet verkopen, short moet handelen. Omdat die markt intraday, je ziet, kijk, in een dagcandle kun je niet altijd goed zien wat die intraday gedaan heeft. Nou, en ik handel, of elke daytrader, die handelt alleen maar intraday. Dat betekent ook dat je dus nooit de positie hebt overnight. Dus je slaapt altijd rustig. Zelfs als je verlies hebt, dan sluit je je verlies af. En de volgende ochtend kun je toch weer schoon beginnen en objectief naar die markt kijken. Want dat kun je niet als je overnight blijft zitten met een verliesgevende positie. Dan ga je 's morgens zitten en dan begin je al met een kop extra sterke koffie. Kijk, of dat 15 minuten is of 1 uur grafiek, ja, dat is ook een bepaalde voorkeur. Ik zeg dat je niet meer nodig hebt dan een hoger time van 15 minuten. Er zijn ook mensen die nemen 1 uur voor. Maar dat maakt allemaal niet zoveel uit. Nou, wat er standaard ingeprogrammeerd zit, dat is hier de yesterday low, ziet u hier. Ja, dat staat hier door elkaar, daar staat DO in het geel. En er loopt hier een gele lijn en dat is de daily open. En die is met name in de DAX heel belangrijk. Kijk, je ziet heel duidelijk dat hier bijvoorbeeld die koers afgeketst is op die daily open en die yesterday high. Dus je ziet, is die afgeketst, komt die terug, gaat die weer opnieuw omhoog. Kijk, en dan zit er kennelijk zoveel momentum in die markt dat die doorgaat omhoog. Nou, en dat bekijk ik dus op mijn 1 en op mijn 5 minuten. Maar als ik zie dat de koers in de buurt van zo'n level zit, dan wacht ik even. Dan ga ik eerst kijken van wat wil die markt. En ik ga niet mijn nek uitsteken en ik ga niet laten zien hoeveel lef ik wel heb. Dat schiet niet op. Dat kost meestal altijd alleen maar geld. Wat hier verder nog in staan, dat zijn de pivot points. Nou, ik weet niet of u dat kent. Pivot points, dat is ooit uit Amerika ook overkomen waaien. Dat zijn levels die kun je berekenen aan de hand van de vorige dag. Pivot point is dan het midden en dan heb je naar boven resistance 1. Kijk waar die nu tegenaan zit te hikken. Resistance 2 en 3. En naar beneden heb je support 1, 2 en 3. Nou, je ziet heel vaak in de praktijk dat die levels, hè, zoals hier ook in eerste instantie, weerstand zijn. En dat heeft in feite alleen maar te maken met het feit, niet dat die formule zo goed is, hè, want het zou natuurlijk te simpel zijn als je gewoon elke dag uit kan rekenen waar die markt naartoe gaat. Maar het heeft gewoon te maken met het feit dat er zoveel mensen naar kijken en als er maar genoeg mensen denken dat ergens weerstand is, dan zie je vanzelf dat mensen daar afscheid nemen van hun stukken of van hun futures. En dan krijg je dus dit soort. Dus het is een self-fulfilling prophecy eigenlijk. Hetzelfde als dat ze bij spreken s'avonds zeggen, nou morgen gaat het hard regenen. Dan zie je gegarandeerd de volgende ochtend heel veel mensen met een paraplu lopen. Maar misschien regent het helemaal niet. Dat is een beetje het idee. Nou, op de 5 minuten kijk je dan ook. Daar kan ik ook kijken. Kijk, dan ga ik even naar de 1 minuut. Kijk, die lijn hier, dat is, zo, dat is een PMA, hebben we die genoemd. Dat is een Proprietary Moving Average. Dat is een zelfgemaakte Moving Average. Die kun je niet gebruiken als een Moving Average. Je kan hem dus niet als steun gebruiken in een opgaande lijn. Je kan hem ook niet als weerstand gebruiken in een neergaande lijn. Maar je kan hem alleen gebruiken voor de kleur. En die geeft aan wat het momentum in de markt doet. Kijk, dat is waar ik ook mee begon. Het momentum is voor mij het allerbelangrijkste. Als ik weet dat het momentum omhoog gaat, of dat het momentum naar beneden gaat, dan heb ik al 3/4 van mijn problemen opgelost. Dan is het alleen nog een kwestie van wanneer ga ik die markt in en wanneer ga ik eruit. Nou, en dat is dan voor mij een soort luxe probleem. Maar goed, voor beginners niet altijd. Maar
dat is dus dat verhaal van die Jesse Livermore. The trend is your friend. Probeer met die markt mee te lopen. Ik geef altijd als voorbeeld, je moet gewoon als een hond aan de riem achter je baas aanlopen. Dat moet je, en je baas is de markt en jij loopt gewoon mee en jij moet ervan profiteren. Want maak niet de fout dat jij gaat bepalen waar die markt naartoe gaat. Dat lukt je gewoon niet. Gegarandeerd dat je het verliest. Sterker nog, je zal daar heel veel geld door verliezen. Ook dat verhaal toen net van met die dalende trend, dat je te vroeg weer gaat kopen. Dat is met dit in feite precies hetzelfde. Alleen is dit dan op 1 minuut basis. Ja, en die 5 minuten, dat is in feite, het staat hetzelfde systeem in. Het is een best uitgebreid systeem, want er zitten dus heel veel dingen in die je in kan stellen. Ik heb weinig ruimte hier voor mijn muis. Kijk, je kunt hier zelf ook een aantal dingen aanpassen. Ik lever het altijd met gewoon de standaard instellingen die ik zelf ook gebruik. En dat systeem zit ook in die 5 minuten. Alleen daar zijn de instellingen anders. Wat bijvoorbeeld een tip is van mij, die ik altijd meegeef aan mensen die met het systeem beginnen, zeggen van nou, als je nog niet zoveel ervaring hebt, wacht dan tot de kleur van die PMA hier bijvoorbeeld in die 1 minuut. Waar zit ik? En die kleur van die PMA op de 5 minuten dezelfde kleur hebben. Dan weet je in ieder geval dat de kans groter is dat het momentum in die markt echt jouw richting opgaat. Want dat is natuurlijk in feite wat je wil. Op het moment dat je die markt ingaat, wil je hebben het liefste dat die markt doorgaat. Nou, heel vaak gebeurt dat, niet altijd. Omdat die markten hun eigen weg gaan. Kijk, de markt bepaalt zelf wat hij doet. Ook bijvoorbeeld een veelgemaakte fout is van, ja, het is nou wel heel erg duur. Nee, dat is gewoon flauwekul. De laatst gedane prijs, dat is op dat moment de juiste prijs. Als de markt erachter komt dat iets te duur is, dan garandeer ik je dat het over een half uur hier staat. Of andersom. De markt corrigeert dat altijd. Er zijn zoveel deelnemers in die markten. En dat is natuurlijk wereldwijd. En dat deden wij vroeger op de vloer ook. Als je ergens zag dat iets bijvoorbeeld overgewaardeerd of ondergewaardeerd was, dan probeer je dat weg te arbitreren. En nou, dat is wat met die markten gebeurt. En daarom zie je dus bijvoorbeeld in de euro-dollar. Want een euro-dollar wordt op geen één beurs verhandeld. Een heleboel mensen realiseren zich dat niet. Maar die euro-dollar bijvoorbeeld, die valutahandel, dat zijn gewoon heel veel systemen die allemaal aan elkaar gekoppeld zijn over de hele wereld. En zo komt die koers tot stand. Want als er dus hier in Amsterdam iemand ziet dat die euro-dollar een bepaalde overvalue heeft, nou, dan gaat hij er als de donder mee aan de gang. Dat is bijvoorbeeld onder andere wat bedrijven als Optifair, flow traders doen. Die maken daar gebruik van. Maar dat was 20, 25 jaar geleden was dat veel erger nog. En dat is allemaal door die computerhandel, wordt dat weggearbitreerd. Ja, en daaronderin, daar heb ik dus een indicator. Dat is een afgeleide van de MACD. Sommigen noemen hem ook wel de MACD. Die hebben we wat aangepast. Ik heb een andere instelling. En die gebruik ik als bevestiging van mijn systeem. Kijk, bijvoorbeeld hier zien we dus die kleur veranderen. Dan wordt dit blauw. Nou, dan krijg je hier de eerste pijl. Kijk, en dan zet ik er even mijn verticale lijn op. En dan ziet u dus onderin in die indicator, hier. Even kijken, waar staat die? Deze hier. Hier zie je dat groene bolletje. Het is heel simpel, die nullijn, als het erboven zit, is het groen. Dan moet je in long handelen, zit het eronder en het is rood, dan moet je short handelen, hè? Oftewel verkopen. Hier moeten we zitten. Als die bolletjes, die puntjes er staan, hè, sommige klanten die noemen het de ballenbak, dat betekent dat je niet moet handelen. Dan heb je geen bevestiging van die trade. Hè? Want dit geeft namelijk aan dat het momentum aan het veranderen is in de markt. En dat kun je soms wel in de grafiek zien, maar lang niet altijd. En dan kun je dus aan dit kun je dus op een gegeven moment zien, oké, als ik dus nu zou willen verkopen, hier staat toevallig geen verkooppijl, maar soms kan het ook wel gebeuren, dan moet je dat niet doen. Want dan loop je extra risico. En ik probeer juist altijd zo weinig mogelijk risico te nemen. De risico's die ik vooraf kan inschatten,
Die probeer ik eruit te halen. Je moet proberen gewoon wachten totdat de beste kansen voorbij komen. Dat is in feite daytraden. Het is ook geen wedstrijd om zoveel mogelijk trades te doen. Nou, dus deze trade die doe je, even kijken, hier, ja, deze die doe je dus gewoon niet. Nou, dan krijgen we hier eentje. Kijk. Die is, wordt dus wel bevestigd onderin. Nou, dan kijk ik naar de close van die candle. Nou, dat is in dit geval een heel kleintje. Even kijken, en dan leg ik daar, even kijken, die close is 15.454. Nou, dan leg ik hier boven die high, een paar punten, leg ik mijn buy stop neer. Ik zal dat zo even laten zien hoe dat werkt. Nou, dan ziet u dat die niet getriggerd wordt. Ja, even kijken, zeg ik. Even kijken, nou, wacht even. Wat zei ik nou? 54 op 57 komt hij dan te liggen. Dat is, kijk ik even rechts in de kant. Ja, hier. 1, 2, 3, 4. Nou, dan zien we dus dat hij hier bij de vierde candle wordt die order getriggerd. Ik werk in de DAX met een stop los van 15 punten. Nou, we zitten hier op 10 punten in de min. Dus daar is niks mee aan de hand. Kijk, die puntjes hier, die geven op dat moment wel aan dat het opwaarts momentum aan het afnemen is. Deze geven dus aan dat het neerwaarts momentum afneemt. En rode puntjes geven aan dat het opwaarts momentum afneemt. Dus het risico wordt verhoogd. Nou, op dit moment zit ik daarin, ik blijf zitten. En vervolgens zie je dat die markt uiteindelijk hier omhoog gaat. Als het bijvoorbeeld mijn order na 5 minuten niet getriggerd wordt, dan cancel ik hem. Omdat ik zo heel dicht op de markt zit, moet het ook snel gebeuren. Kijk, en dan op een gegeven moment dan loop je gewoon mee met die markt. En dat is dus belangrijk, dat je daar dus niet tegenin gaat. En niet gaat denken van hier, nou jongens, het is nu wel lang genoeg omhoog gegaan, weet je wat, ik ga lekker short. Nou, dan krijg je dit soort dingen. Dat kost altijd geld. Ga ik even naar de euro-dollar. Even kijken. Oh. Is in feite hetzelfde programma. Het werkt op dezelfde manier. Kijk, dat is het voordeel dat het programma kijkt niet naar het product. Kijkt alleen maar naar de volatiliteit van de markt. Dat is voor mij belangrijk. Ik heb toen ik met het programma begon om dat te maken met die programmeur samen, hebben we gezegd van twee dingen zijn voor mij belangrijk. Dat is A, de volatiliteit. En B, het uitgangspunt dat de laatst gedane prijs altijd de enige juiste prijs is op dat moment. Nou, je ziet dus hier bijvoorbeeld rechts op die 15 minuten, zie je dus eigenlijk dat die euro-dollar op dit moment weer gewoon geen richting heeft. Nou, dan moet je daar gewoon uitblijven. Als je in een zijdelingse beweging zit, dan kost het bijna altijd geld. Dus daar moet je niet in willen handelen. Maar het principe werkt hetzelfde. Kijk, hier heb je bijvoorbeeld een verkoopsignaal. Dan hebben we nog een rood puntje onderin. Die sla je over. Nou, kijk, in deze, die doe je wel. Dat is wel goed. Even kijken, voor bijvoorbeeld de mensen die zeggen, ik heb ook wel eens mensen die zeggen, ja, ik vind die 1 minuut, dat is me een beetje te agressief. Je kan het in feite op allerlei timeframes kun je het handelen. Ik doe alles op 1 en 5 minuten. Maar je kan bijvoorbeeld die Forex, die doe ik dus liever op 5 minuten op dit moment. Ik heb namelijk in de afgelopen 2 jaar heb ik gezien, heb ik dus bijvoorbeeld de DAX heb ik vergeleken op 1 minuut en 5 minuten. En toen bleek dat je op 1 minuut grafiek van de DAX meer geld, veel meer geld binnen kon halen dan op een 5 minuten grafiek. Het frappante was echter, bij de forexmarkt, op de euro-dollar, maakte het maar heel weinig verschil. Nou, dan zeg ik, dan ga ik liever op een 5 minuten grafiek handelen, want dat is een stuk relaxter. En in theorie hoef je dan maar 1 keer per 5 minuten naar die grafiek te kijken. Nou, zo kun je dus bijvoorbeeld hier, heb ik bovenin, hier, dit zijn de 4 meest verhandelde valutapaarden in de wereld. De euro-dollar op 5 minuten, pond-dollar, dollar-yen en de dollar-Zwitserse frank. En wat heb ik nou gedaan? Hieronder heb ik dus dat systeem wat ik net liet zien, die 1 minuut grafiek, die heb ik daaronder gezet. Maar dan kijk ik niet naar die grafiek, maar ik kijk alleen
naar die indicator. En dan wacht ik dus dat ik op de 5 minuten een signaal krijg. Nou, hier bijvoorbeeld hebben we een voorbeeld in de pond dollar. Kijk, deze gaf een koopsignaal, een longsignaal hier. Maar dan zie je dus onderin, zie je dus dat die indicator zegt van nee, niet doen, want het opwaarts momentum is aan het afnemen. Met andere woorden, je loopt meer risico. Nou, dan kun je beter even wachten. Zo kun je op deze manier, kun je A, omdat het allemaal 5 minuten is, kun je natuurlijk meerdere dingen tegelijk doen. Want als jij 2 producten bijvoorbeeld op 1 minuut wil handelen, dan moet je van hele goede huizen komen. Ik kon dat vroeger ook, maar dat kan ik nu ook niet meer. Maar dat hangt dus af van de persoon ook. Als ik hier de jongens voorin zie, die zullen het waarschijnlijk goed kunnen. Maar kijk, dat moet je voor jezelf proberen uit te vinden. Wat past bij mij? Dat is belangrijk. Hè? Je kan het systeem aanpassen. Ik help mensen daar ook vaak mee. Maar je moet een systeem vinden wat bij jou als mens past. En waar jij je goed bij voelt. Want je moet wel vertrouwen hebben in het systeem. Nou, de cryptomarkt is ook geen probleem. Kijk, dat is dus het voordeel van dat systeem. Dat het alleen maar kijkt naar de bewegingen. Het interesseert hem niet of het nou de Bitcoin is, of de DAX, of de AIX, of de crude oil. Het moet bewegen. Dat is gewoon een voorwaarde. Kijk, we hebben dat vroeger ook wel eens gehad hier op die beurs. Op die optiebeurs, vooral in die tijd, dat was zeg maar, eind 80er jaren. Dan was het soms zo stil. Dan zaten we gewoon halve dagen op het terras buiten. Gelukkig duurde dat dan altijd nooit te lang. Maar dat komt voor. Nou, de Bitcoin is het in feite precies hetzelfde verhaal. Kijk, alleen daar heb ik de timeframes aangepast. Ik heb hier mijn handelsscherm zeg maar, op 5 minuten. Daar kun je heden te dagen ook intraday hele leuke trades doen. Maar je moet wel heel alert zijn. Het verschil bijvoorbeeld wat ik zie met de Bitcoin. Ik doe zelf nog iets liever de Ethereum, omdat die lijkt veel op de DAX. Dat die crypto's, die liggen soms 1 week, 2 weken stil en dan gaan ze in 1 keer bewegen. En dat moet je dan wel in de gaten houden. Terwijl je zeg maar, bij de traditionele markten zie je toch meer, dat heb je af en toe ook wel eens een dag dat het gewoon niet beweegt. Maar dat is meestal na 1, 2 of 3 dagen is dat wel weer over. Dus dat is een groot verschil. Nou, dat is dus ook, waar heb je affiniteit mee met bepaalde markten? Dat kan natuurlijk ook. En het systeem is precies hetzelfde. Kijk, we kunnen, als we bijvoorbeeld hier, en dat valt me elke keer op bij die Bitcoin. Ik moet eerlijk zeggen, ik was nooit zo'n fan van die crypto's. Maar omdat ik er veel vraag naar kreeg van klanten, ben ik in januari dit jaar er ook eens naar gaan kijken. En dan zie je elke keer toch heel vaak dat als dit door die nullijn gaat, en dan, niet dat het dan een rechte lijn omhoog gaat, maar dan zie je toch heel vaak dat het aantal uren of daarna of gelijk toch omhoog gaat. En dat is het vertrouwen wat je in een systeem moet zien te krijgen. Sorry. Ja? Welke timeframes gebruik je nou voor de Bitcoin? Gebruik je uren en 5 minuten? Die grote die u ziet, dat is 5 minuten. Ja. Rechtsboven, dat is 1 uur. En rechtsonder, dat is 4 uur. Dus dat is natuurlijk een heel ander verhaal als die 1, 5 en 15 minuten. Hè? Maar dat heeft gewoon te maken met het product. Kijk, dat is ook met de instellingen van het systeem. Je moet dat wel aanpassen aan de markt. Niet alle markten bewegen op dezelfde manier. Daarom adviseer ik mensen ook altijd, specialiseer je op 2 of 3 dingen. Want dan ga je leren hoe dat beweegt. De DAX die beweegt anders dan de S&P 500. Nou, als je dat weet, is dat niet erg. Maar als je dat niet weet, dan weet ik zeker, bijvoorbeeld met die DAX, dat je dat een heel moeilijk product vindt. En dat heeft allemaal weer te maken met ook met volume. Om bijvoorbeeld een voorbeeld te geven, dat als je bijvoorbeeld Eurostoxx 50 hebt in Frankfurt, nou, daar gaan ruim 1 miljoen tot 1,2, 1,3 miljoen futures per dag om. In de DAX heb je al een fantastische dag als er 130.000 futures omgaan. Dus dat is een tiende qua omzet. Nou, en dat is de reden waarom zo'n markt heel vaak makkelijk kan draaien. Kijk, je hebt in Duitsland heb je natuurlijk, zit een hele grote handelaar. Ik weet, er zitten jongens, als die 1 miljoen op een dag verliezen, gaan ze s'avonds nog gezellig een biertje drinken. Maar die pompen er af en toe wat in die markt, of die kopen wat. En als dan net toevallig in een
moment is dat er weinig omzet is, ja, dan kunnen ze die markt toch in beweging zetten. En daarom adviseer ik ook altijd, als je begint of niet veel ervaring hebt, zoek een product waar veel volume is. Want dat betekent A, dat de spread klein is, hè, dus dat je makkelijk en op elk moment dat jij wil, kun je erin en eruit in die markt. Want ik heb dat meegemaakt toen ik ben in 86 begonnen en in 87 hadden we de eerste crash na de Tweede Wereldoorlog. Ik had toen iets van 150.000 aandelen Philips in bezit in mijn portefeuille. Ja, er stonden ook iets van 3.000 opties tegenover. Maar op een gegeven moment, toen met die crashweek, toen wilde ik gewoon aandelen kwijt. En dan boden ze wat. En op het moment dat ik zei, oké, weg ermee, boden ze gewoon een gulden lager. Nou, en dat is een heel eng gevoel. En daar heb ik dus uit geleerd. En daarom zeg ik altijd tegen mensen, neem iets waar veel volume in zit. En dan ben je gewoon heel flexibel. En dan hoef je je verliezen niet op te laten lopen. En jij bepaalt wanneer je erin of eruit of koopt of verkoopt. Zijn hier nog vragen over? Ja? Print is leuk natuurlijk, maar 85% consolideert de markt. Hoe gaat het daarmee om? Sorry, kunt u even uw vraag herhalen? Ik zeg, print is leuk, maar 80% van de tijd consolideert de markt. Gebeurt het ook bij daytrade? En zo ja, hoe gaat u daarmee om? De markt whipsaw. Ja? Hoe ik daarmee omga? Niet handelen. Dat is wat ik dus straks liet zien in het begin, bij die grafiek die omhoog ging, dat deed en dat deed. Maar bij het crossover van de MACD, kan je natuurlijk ook dit gewoon draaien bij het beeld. Ja, maar neem één ding van mij aan. Elke indicator is te laat. Het punt is namelijk, die indicator, elke indicator wordt berekend aan van de koers. Dus eerst moet je de koers hebben, dan moet die berekend worden. Dan moet die op het scherm geprogrammeerd worden. En dan moet jij het nog eens een keer in je hersenen verwerken. Je praat natuurlijk over misschien milliseconden. Maar in theorie loop je altijd achter met een indicator. Dat is het probleem. Kijk, en dat is ook het punt met die indicator die ik hieronder heb staan. Die is gebaseerd op moving averages, die MACD. Nou, een moving average is de meest betrouwbare indicator die er is. Maar het is ook een hele langzame. En daar vandaan dat ik dit alleen maar gebruik op 1 en op 5 minuten. Want als ik op een hoger timeframe kom, dan is dat gewoon voor mij te langzaam. Tenminste voor daghandel. Ik wou ook nog iets vragen. Ja? Wat misschien gewoon een domme vraag is. Nee, die bestaan niet domme vragen hoor. Heb ik nou goed begrepen dat de indicatie voor u of de markt omhoog gaat of naar beneden gaat, dat je dat uit onderste regel moet halen? In feite wel, dat komt er min of meer. Het is een combinatie. Hè? Kijk, je ziet dus hier, als dit blauw is, en dan heb je blauwe pijlen, dat geeft op zich al aan dat hier die signalen zien dus dat het momentum oploopt. Nou, als dat bevestigd wordt, hier, kijk, dat is dus hier niet het geval, ziet u dat? Dan doe ik dus niks. Kijk, want hier zit er onderin nog een puntje, en bij deze ook, dus hier doe ik niks. Kijk, bij deze, nou, daar zou je inderdaad wat kunnen doen, maar dan wordt de order waarschijnlijk niet getriggerd. Kijk, als je hier deze neemt naar beneden, wordt die order ook niet getriggerd, want hij draait daarna weer om. Kijk, je moet vaak, hoe kan ik dat zeggen? Je moet niet te hebberig zijn, als het ware, maar je moet wel alert zijn. Kijk, te snel de markt in kan vaak geld kosten. Kijk, ik had toevallig van de week iemand die zei, ja, ik wil die signalen wat sneller hebben. Ik zei, nou, dat is geen probleem. Maar dan heeft je als consequentie dat je dan in heel veel situaties weer meer verliesgevende trades gaat maken. Kijk, dus ik heb daar een soort middenweg in zien te proberen te vinden. Kijk, wat ik moet constateren of hier een bodem is. En die moet dan voldoen aan de voorwaarden die wij in die software hebben gezet. Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Ja. En dat geeft voor u een indicatie van het feit dat de trend omhoog gaat. Precies, op dat moment. Ja. Kijk, en dat kan misschien maar vijf minuten duren. Wat dat betaalt, ik niet te weten. Ja, kijk, en dat is dus op die, ik zal nog even gauw die 5 minuten, want dan gaan we door.
die, kan je die DAX even terugpakken. Kijk, dat is bijvoorbeeld in die DAX, dat is dan 5 minuten en daar heb ik die instellingen veranderd. En daar heb ik dus die indicator niet bij staan. Ja, sommige mensen zetten hem erbij, maar ik vind hem net iets te langzaam dan. Maar in principe kun je hier gewoon op die signalen handelen. Maar het is natuurlijk niet zo dat elk signaal bingo is, want dan zou het natuurlijk heel makkelijk worden. Ik weet niet of ik tijd heb, dan zal ik jullie één tip geven. Kijk, wat we 100% zeker weten is dat we af en toe een bodem hebben in de markt. En we weten ook 100% zeker dat we af en toe een top hebben in die markt. Dat geldt voor aandelen precies hetzelfde. Het probleem is alleen, we weten niet wanneer die bodem komt. Als ik hier short zit, weet ik niet wanneer die bodem komt. Ja, ik kan hem misschien benaderen, maar in principe weet ik het niet. Net zo goed als dat ik long zit hier, weet ik ook niet wanneer die top komt. Kijk, achteraf blijkt dus dat dit niet de echte top was, dat hij waarschijnlijk nu met een echte top bezig is. Maar dat is het probleem. Dus met andere woorden, ik probeer na een draaiende markt zo snel mogelijk die markt in te gaan. Want ik weet dat hoe langer ik wacht, des te groter mijn risico wordt. Omdat ik dichter bij die top kom. En dat is de reden waarom je zo vaak hoort van mensen van ja, als ik die markt in ga, dan draait hij altijd. Ja, dat is gewoon een kwestie van timing. En wat is dan uw uitstapmoment? Mijn uitstapmoment? Dat is een goede vraag. Dat sla ik helemaal over. Kijk, ik heb hier nou, in die DAX heb ik het take profit van 15 punten. Ik moet je zeggen op het ogenblik dat ik meestal bij 10 punten ook al mijn winst neem. Omdat ik gewoon weet dat de markt op dit moment niet zo makkelijk echt doorloopt. Nou, dat kun je hier instellen. Een take profit van 15 punten. Een stop loss van 15 punten. Hier staat nog een stopcoin van 50. Nou, dat moet eigenlijk 30 zijn op dit moment. Nou, dat kun je heel makkelijk veranderen. Zo. Kijk, en dan krijg je dus, bijvoorbeeld, ja, dan hebben we hier net jammer genoeg geen signaal, maar ik zal het toch even laten zien. Stel dat je dus nu zegt, nou oké, ik wil kopen. Ik heb geen signaal, maar als voorbeeld, dan heb ik hier mijn order management. BM betekent buy market, SM betekent sell market. Dus dat betekent dat ik koop en verkoop op de huidige marktprijs. Ik heb een BS en een SS, dat is een buy stop en een sell stop. Nou, dan zal ik die buy stop zal ik eens even aanklikken. Kijken. Oh, wacht even. Even dit veranderen. Zo. Kijk, nu ligt mijn order erin. Die groene lijn, dat is mijn entry. Hij legt in één klap legt hij 3 orders in. Mijn target profit legt hij in en mijn stop loss legt hij in. Als ik nu niks verder doe, dan wordt het waarschijnlijk of stop los of mijn target profit. Eén van de twee. Raakt hij één van de twee, dan wordt die andere order automatisch gecanceld. Dat noemen ze zogenaamd een bracket order. Maar wat je dus kan doen ook, dat doe ik ook nog wel eens als ik die order inleg en ik denk, nou, ik wil toch even aankijken. Dan pak je hem gewoon op en dan verschuif je hem gewoon een stukje. Kijk, en als je zegt, oké, nou weet ik waar ik hem hebben wil, nou, dan leg je hem hier neer. Kijk, en als je dan zegt van, nou, dat target, dat ligt net op dat topje. Kans groot dat hij het net haalt. Maar stel dat hij op dit niveau blijft hangen, nou, dan kun je ook zeggen, weet je wat, ik zet hem op dat niveau. Kijk, en zo kun je er ook mee spelen. Ik adviseer alleen om niet met je stop los te gaan spelen. Want dat is vaak het begin van de ellende. Dus maak niet de fout om te zeggen van, nou, het komt wel goed. Want daar heb ik zoveel ellende van gezien, ook op de vloer met professionele handelaren, hoor. Omdat ik heel dicht op de markt zit, kijk ik, dat is puur praktijk hoor, kijk ik naar wat is de mogelijkheid. Kijk, ik kan wel een stop los van 25 inleggen, maar als ik bij wijze van spreken nooit meer dan 10, 15 punten kan pakken, dan heb ik toch een probleem. Dus daar, die verhouding, die ratio, die hou ik altijd in de gaten. Kijk, ik weet, ooit toen ik ermee begon, toen ben ik gewoon in de Eurostox, ben ik een keer 3 dagen lang gaan zitten tellen. Hoeveel punten is gemiddeld een beweging? Nou, zo kom je erachter met dat soort dingen. Het is natuurlijk monnikenwerk, maar zo krijg je wel heel veel inzicht in die markten.
Kijk, op dit moment zeg ik van nou een stoploss van 15. Ik ben aan het experimenteren met een stoploss van 7 en een target van 15. Wat natuurlijk veel beter is. Maar dan kom je meteen bij het probleem van die DAX bijvoorbeeld, hè, dat die bewegingen vaak zo heftig zijn. Maar je kan bijvoorbeeld ook met je stoploss vlak onder het laatste support level gaan zitten. Ja, natuurlijk. Kijk, uiteraard moet u doen wat u zelf denkt dat het beste is. Ik heb ook de wijsheid niet in pacht. Maar dat is mijn ervaring, dat dat het beste is. Kijk, het probleem is, het komt altijd om de hoek kijken. Als je in het verlies zit, wanneer moet ik het pakken? Nou, en dat moet je dus zelf niet hoeven te beslissen. Laat dat je computer doen. Want dat is het behoud van je handelskapitaal. Je moet kunnen blijven handelen. Ik had vorig jaar nog een keer had ik iemand uit Duitsland. Die bevestigde dat meteen. Die was op een gegeven moment, die had een te hoge leverage. En die had dus eigenlijk helemaal geen stop los in. Die man die was in een week tijd 80.000 euro kwijt. Ja, dat mag je niet laten gebeuren. Kijk, als je dat vroeger als handelaar deed, dan werd je meteen ontslagen. Sorry. Nou, de hitratio die zit ergens tussen de 50 en de 75, 80%. De hitratio. Waar ik altijd naar kijk, dat is de profit factor. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Want dat is namelijk de winst gedeeld door je verlies. Kijk, en die moet minimaal 1 zijn. En het interesseert mij in feite niet of ik mijn geld verdien met 10 trades of met 20 trades. Als er maar wat overblijft. En die profit factor die varieert zo tussen de. Nou, die zit natuurlijk ook wel eens een keer in de min. Maar dat varieert dan aan de bovenkant zo rond 1,5, 2,5, 3 soms. En zo kun je je order weer sluiten. Nou, dan gaan we even door. Zijn er nog vragen? Ja? Nee, in principe niet. En die 15 minuten, dat is mijn hoogste timeframe waar ik naar kijk hier. Deze. Sorry? Hoe lang zit het ongeveer in de trade? Nou, dat varieert van 10 seconden tot 20 minuten. Maar ik moet je zeggen, als ik 20 minuten in een trade zit, voel ik me niet echt op mijn gemak hoor. Dat is meestal een slecht teken. Oh, kijk, je zit heel dicht op die markt, hè? Daar met die 1 minuut en die 5 minuten. Dus het moet eigenlijk ook snel gebeuren. Ja? Met hogere timeframes? Ja. Nou, klanten van mij wel. Ik handel dat zelf niet. Nee. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb zoveel gehandeld en op die beurs. Ik kan het niet meer opbrengen om de hele dag achter het scherm te zitten. Maar dat zal ook wel met mijn leeftijd te maken hebben. Maar dat is dus een van de redenen waarom ik toen ooit ben begonnen met het systeem. Oké, nou we gaan even. Was er achterin nog iemand of niet? Nou, nee. Ja? Nou. Sorry? Paper training, simulatortraining. Ja, dat zit hierin. Je kan op een demo handelen bij FX Flat, dat is geen probleem. Ja. Adviseer ik ook om mee te beginnen, hè? Ja? Laatste vraag. Ja, ik heb een vraag. Ik neem aan dat in handelen met aandelen, is het ook mogelijk met opties? Ja, bij FX Flat kunt u ook aandelen handelen. En die kun je ook vanuit het scherm zou je die kunnen handelen. Sorry? De PDT-route, zoals dat in Amerika is bij Amerikaanse brokers, dat je minstens een aantal... De PDT-route? Pattern Day Trader Rule. De meeste Amerikaanse brokers die hanteren die minimumbedrag. Dat als je iets op bij een Amerikaanse broker... Oh, u bedoelt het minimumbedrag op je account? Ja, maar dan voor de brokers. Ja, nou ik weet eigenlijk niet eens hoeveel dat is, maar meestal kun je met 500 of 1000 euro kun je al beginnen. Kun je natuurlijk wel heel klein handelen, maar als je het klein kan, dan kun je het in feite ook natuurlijk groter. Nou, we gaan even door naar de PowerPoint. Even kijken. Zo. Nou, dat systeem kost €877 en een kwartje, inclusief btw. Als u interesse heeft, hier liggen kaartjes, visitekaartjes. Kunt u nog eens een keer op mijn website kijken.
Ik kunt eventueel ook dan nog andere webinars bekijken. Moeten we gewoon even een mailtje naar ons sturen. Er zijn geen extra kosten voor updates, geen addertjes onder het gras. En we maken het eigenlijk een stuk makkelijker voor u. Nou, even. Wat zegt u? Ja, maar in principe mag dat, ja. Maar FX Flat is natuurlijk gewoon een goede broker. Hè. Dus wat dat betreft. Ik heb toevallig. Sorry. Vanmorgen kreeg ik nog een mailtje vlak voordat ik hier naartoe ging. Dat ze in Duitsland zijn verkozen tot beste broker. Ja, je ziet het. Forex en CFD's hè, bij FX Flat. Nul transactiekosten. Hè, dus je betaalt in feite alleen de spread. Geen beheerkosten, geen kosten voor stortingen, uitbetalingen, gratis handelsrekening of demorekening, net die vraag, geen probleem. En Nederlandstalige klantenservice, dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Het DAX CFD vanaf 0,9 punt, nou dat is gewoon heel netjes, dat is een goede spread. Dow Jones vanaf 1 punt spread, euro-dollar vanaf 0,7 pips. Pond of Europond 0,9. Nou, hier dit Ahold aandelen. Kunt u dus ook als CFD handelen. Natuurlijk voor korte termijn handel is dat ideaal. Kijk, als je intraday handelt, is CFD de goedkoopste manier om te handelen. Voordeliger nog dan een future. Kijk, dit is iets wat ik nog nooit bij een andere broker tegen ben gekomen. Dat vond ik toch wel, vind ik wel heel erg goed van FX Flat. Dat je dus een extra, zeker voor mensen die bijvoorbeeld aandelen kopen, en je hebt veel geld op je rekening staan, heb je dus een extra verzekering. Kijk, hier in Nederland is dat maar tot 100.000 gegarandeerd. En ze vallen onder de BaFin. Dat is natuurlijk ook een, nou, je kent allemaal waarschijnlijk de AFM wel. Nou, de BaFin die is waarschijnlijk nog strenger. Maar met Wirecard hebben ze niet zo goed hun best gedaan. Je bent goed op de hoogte. Nou, dat zal nog ook wel een staartje hebben, denk ik. Nou, oké, dat was het.